we kennen allemaal de mensen uit Volendam, dat noemen we dan de Palingsound en zo. Ja. Jij bent een Drent. Waar hoor jij dan in? Weet jij dat dan niet? Nee, ik ben benieuwd. Nou, in onze kring is dat natuurlijk al onbekend. Hè? Wij produceren de Hunebedsound. De Hunebedsound. Ja, ja. Kijk, onze voorouders, die zitten ook aan mij, die zijn breed en grof geworden door het sjouwen van die grote keien op een bult te gooien. Want opa was overleden en hup, in een hunebed. En zo werden mijn voorouders begraven. En wij hebben dus ook gedacht om onze muziek een beetje te scharen in die richting. En vooral die mooie accordeon natuurlijk van Flaco Jiménez. Oh, sorry, maar had ik niet mogen zeggen. Maar ik heb een jongen gevonden die hem klakkeloos imiteert. En dat is ook een oorspronkelijke Drent die dit gedaan heeft. Dus eigenlijk kun je er niet meer omheen. Het Unica en Hunebedsound, dat allemaal in Drenthe geproduceerd wordt en gemaakt wordt en in een studio opgenomen wordt en natuurlijk een accordeonist uit Nijweerdingen. Maar horen we dat ook? Ja, oh, dit is uit Drenthe. Hoor je. Ja, dat is gewoon een heel leuk soundje. De nieuwe album komt binnenkort uit, behalve mijn biografie. Je hebt mijn biografie al stukjes van gelezen, heb ik gemerkt. Je hebt al wat facetten eruit gehaald net. Ook onder andere dat ik een heel... In één adem? In één adem. Ja, een meisje uit Canada die ome Henk moet zeggen, niemand minder dan Shania Twain alleen. Ja, ik krijg het niet hard, omdat ze willen niet, ze krijgen geen respons aan vandaag. Shania Twain, jouw nichtje. Dat is mijn nichtje, ja. Die moet oom tegen me zeggen. Twee nieuwe nummers komen eraan? Ja. Ja, vanavond hier in, of vanmiddag hier in Helmond een nieuwe singeltje gedaan. Een nieuwe cd-single. Wat zeg je hart ervan? Mooie tekst, mooi verhaal geschreven door Dick van Altena. Ik ben er heel trots op. En natuurlijk op de B-kant weer voor de truckers. Mijn hart slaat het ritme terwijl mijn diesel kilometers vreet. Ja, mooi liedje voor de chauffeurs. Twee liedjes, de radio en wat zeg je hart ervan? Kijken wat de mensen ervan zeggen, want dat is...